We zijn allemaal hetzelfde. Ja. Wij zijn echt niet anders dan andere mensen. Wij stuntelen net zo hard door het leven en door het geloof heen als dat andere mensen dat doen. Als we aan erfgoed denken, denken we vaak aan oud en stoffig. Tradities, die mogen we niet veranderen. Terwijl soms juist het veranderen van een traditie of erfgoed kan zorgen voor het behoud ervan. Zorg dat ook wij, de nieuwe generatie, ons erfgoed wil doorgeven. In deze serie laten wij Brabantse jongeren aan het woord en horen we eens de andere kant van erfgoed. Niet het oude, stoffige, niet het vroeger, wel de herinnering. Maar dan de herinnering van nu. Wij zijn Britt en Lynn en wij zijn benieuwd naar al deze mooie verhalen van nu. Hans Peter, hoewel gelovig opgevoed, had hij nooit gedacht broeder te worden. Totdat hij in contact kwam met de Franciscanen en hier zijn roeping vond. En zo trad hij op zijn 25e jaar in het klooster. Samen met andere broeders proberen ze deze unieke levenswijze in stand te houden. Hoe? Daar denkt hij als jongere generatie soms net even anders over dan de ouderen. Eén moment, kom eraan. Oh, okay, dank u wel. Dank u wel. Dat is wel high-tech. Hallo. Goedemorgen. 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 Bent u al broeder Hans? Ja, ben ik. Oké, okay. Nou, mooi. Dank u wel. Dank u wel. Wauw, de glas en lood. Kijk nou. Ja, het is prachtig. Dit is toch super mooi. Bijna ieder dorp of stad in Brabant had er vroeger tenminste één. Klooster. En dit aantal groeide echt mega in de periode van het rijke Roomse leven. Maar door de verzuiling, na de Tweede Wereldoorlog, je weet zelf, komt er een einde aan deze bloei. En verdwijnen de meeste kerken, abdijen en kloosters. Gelukkig zijn er ook nog veel behouden gebleven. Waaronder het Franciscanenklooster Assisi aan de Maas. De Franciscanen maken deel uit van een wereldwijd broederschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Gesticht door Franciscus van Assisi. Vandaar Assisi aan de Maas. Maar wie is dan die heilige Franciscus? Nou, Franciscus die kwam uit Umbrië, Italië dus. En samen met zijn metgezellen schonk hij al zijn bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede verder te leven. Zijn volgelingen geloven daarom ook in een broederschap waarin menselijkheid centraal staat. Opkomen voor de armen en hulp bieden aan mensen in nood, bijvoorbeeld. Zo, dat lesje geschiedenis zit er weer op. Op naar Megen. Ik woon hier. Ja. Hoe lang al? 4,5 jaar. Daarvoor woon ik 1 jaar in Duitsland, ook dus in een van onze gemeenschappen. En daarvoor woonde ik al 1,5 jaar hier. En hoe kwam jij erbij om het klooster in te gaan? Ik kom uit een Rooms-Katholieke familie, dus dat hielp al. We waren ook redelijk kerkbetrokken. En ik had al langere tijd het gevoel, ik wil wat met mijn geloof, maar ik weet niet precies wat. En ik wist wel dat het niet mijn weg was om priester te worden. Nou, dat gevoel had ik helemaal niet. Dat ik denk, nee, dat is niet mijn weg. Toen kregen we een nieuwe pastoor in Beverwijk, waar ik vandaan kom. Dat was een Franciscaan. Hij nodigde me een keer uit voor een jongerenweekend in hun gemeenschap, in onze gemeenschap moet ik nu zeggen, in Amsterdam. En vanaf het moment dat ik daar binnenkwam, ik kende daar niemand. Ja, onze pastoor een beetje, maar verder helemaal niemand was daar nooit geweest. Maar ik wist, hier ben ik thuis, hier hoor ik. Ieder wordt uitgedaagd om dat te vinden in zijn leven wat het best bij hem past. Perfect passen zal een leven nooit, maar je zoekt een leven wat het beste bij jou past. En dit leven past in het beste bij mij, of past gelukkig het best bij mij. Je hele, of je nou op mannen of vrouwen zou vallen, dat hele seksuele, dat zet je opzij als je in het klooster gaat. Ik kom eigenlijk uit een hele open richting. Dat wil zeggen, ook voor mijn ouders was en is iedereen gelijk. Een van de groepen die natuurlijk binnen bepaalde delen van de Rooms-Katholieke Kerk erg gevoelig liggen, zijn homo's. Mijn ouders hebben nog steeds, want we wonen in het Zelthuis, 2 homomannen als overbuurman. En nou, er altijd hele goede contacten mee gehad. En die hoorden er helemaal bij. En er was niks raars aan, hè, zoals mijn ouders me dat uitlegden. En nou, daar was ik al heel blij mee dat ze dat zo hebben gedaan. En nu denk ik, ik heb ook echt het gevoel dat dat gewoon is zoals het zou moeten zijn. Wij kiezen ervoor in dit totaalpakketje waar je voor kiest om dus niet te trouwen en ook geen seks te hebben. Sommige broeders hebben meer een taak in huis, andere buitenshuis. En dat heeft ermee te maken,
ten eerste dat we inkomsten nodig hebben. Ten tweede dat wij verbonden willen zijn met de wereld. Maar ergens is ons ideaal ook dat we niemand voor ons willen laten werken. Wij zijn nooit op zoek naar roem. Nee. Er wordt wel eens gevraagd, ja, omdat ik ben dus al eens eerder op tv ook geweest, van wil jij beroemd worden? Ik zeg nou, als er een reden is dat ik beroemd wil worden, is omdat je dan mee mag doen met Wie is de Mol? Ja. Want ik ben een ontzettende molloot. Komen er veel jongeren? Wij hebben in totaal zo'n 600, 700 gasten per jaar. En daar is een derde daarvan is onder de 30. Die komen vaak individueel. Niet altijd. We hebben ook één of twee groepen studenten die wel komen elk jaar. Maar studenten die alleen komen, die komen om voor tentamens te leren of aan hun scriptie te werken. Of juist dat een paar dagen niet te doen, maar echt tot rust te komen. We geven ook een magazine uit. En dat is een prachtig magazine. Daar ben ik hoofdredacteur van. Dus ik ben niet onbevooroordeeld. Maar daar trek je toch minder jongeren mee dan nu met social media. Tenminste, ook toen wij vertelden dat wij naar jou gingen, toen waren er ook wel mensen die zeiden, oh echt, bestaan die nog? Waarom dan? In de jaren 50 waren er nog ruim 2000 Franciscanen in Nederland. En nu zijn het er 68. Maar we weten ook, omdat er dus nog met enige regelmaat broeders intreden, gemiddeld 1 in de 2 jaar, dat we ook niet helemaal zullen verdwijnen. Hoe ben jij wel eens ergens tegen ingegaan dan? Dat jij dacht, dit kan anders. Tot de jaren 60 was het verplichte kledingstuk. Daar werd al een beetje moeilijk over gedaan, hè, want het is verplicht. Nou ja, zeker de jaren 60 was niks meer verplicht. maar ook dat broeders merkten, als ze dan in de trein gingen zitten, dat mensen niet meer naast hun wilden zitten. En als ze hun pijn niet aan hadden, dan gingen de mensen veel makkelijker naast hen zitten. Terwijl nu, de laatste jaren, merk ik dat als ik in de trein zit in pijn, dat er dan eerder mensen naast me komen zitten dan als ik hem niet aan heb. Ja, ik zit op Facebook, Instagram nog niet, daar denk ik wel over om daar op te gaan. Dat komt deels voort vanuit mijn werk, hè, omdat ik onze communicatie doe. En ja, daar betref je nu zeker de jonge mensen. Wij wonen en we werken samen. En de meeste mensen die werken, die gaan s'avonds naar huis. En denken dan, nou, even die collega niet. En de meeste mensen die thuis een relatie hebben, gaan aan hun werk en dan denken, sommige dingen kan je ook beter zonder elkaar doen in een relatie. Dus, ja. En wordt er ook veel geroddeld dan? Nou, daar worden wij een beetje te klein voor. Okay. Maar een van mijn werkzaamheden is voor onze gemeenschap in Amsterdam. En natuurlijk heb ik het met die broeders daar wel eens over de broeders in Megen. En andersom. Ja. Maar dat weten we ook van elkaar. En ja, omdat wij regelmatig ook wisselen van huis, kent iedereen elkaar. En hebben ze wel eens met die in huis gewoond. We zijn allemaal hetzelfde. Ja. Wij zijn echt niet anders dan andere mensen. Wij stuntelen net zo hard door het leven en door het geloof heen als dat andere mensen dat doen. Een monument blijft het beste als het in zijn oorspronkelijke functie behouden blijft. En anders wordt het een museumtje. En nou kom ik uit de museumwereld, dus er is niks mis met musea. Ja. Maar dat is toch... een museum moet zich ook met de tijd mee bewegen, zeker. Maar een monument kan dan, moet je niet onder een kaastolp willen zetten. Nee, absoluut. Want dat komt een monument niet ten goede. Dankzij die openheid met name hoop ik dus dat voor jongeren, maar voor iedereen eigenlijk, de drempel nog wat lager wordt. En dat mensen eens wat nog makkelijker langskomen. En dan dus ervaren dat wij inderdaad niet van die heilige boontjes zijn. Zoals de buitenwereld vaak wel vermoedt. Ja. Ja.